Welkom. Kijk vandaag verder naar reactiemechanismen en nu in het bijzonder naar radicaal reacties. Radicaal zijn ongepaarde elektronen en dat is natuurlijk een beetje raar, want die elektronen die willen heel graag juist gepaard zijn. Die ongepaarde elektronen, ja, die geven we aan op het moment dat die verhuizen of dat een gepaard elektronenpaar opbreekt in twee radicalen met een pijl. En die pijl heeft maar één kant, een pijlpunt. Ja, dat is gewoon een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben, waar we ons aan moeten houden, zodat we van elkaar weten van, hè, dat we hier met een radicaal te maken hebben. Wat verhuist van hier naar daar? Oké, ik heb een voorbeeld, ja, om te laten zien dat radicaal reacties die bestaan uit drie fasen. Ja, drie fasen. We hebben een initiatiefase, we hebben een propagatiefase en we hebben een terminatiefase. Als we beginnen met de initiatiefase, dan zien we moeten natuurlijk eerst die radicalen maken. Die moeten we krijgen. En hoe kan dat? Nou, we gebruiken daar vaak halogenen voor. Die halogenen die kunnen, ja, met onder invloed van licht, kunnen die opbreken in twee radicalen. Je ziet hier de Lewis-structuren en je ziet hier met die blauwe pijlen, ja, die enkele pijlpunt, zie je dat dat gepaarde elektronenpaar opbreekt in twee radicalen. En die radicalen die geef ik aan met een punt. En ik heb hem hier extra dik gemaakt, zodat je dat goed kan zien. Je ziet Lewis-structuren, ja, je ziet hier een 7 valentie-elektronen bij chloride of chloor, hè, chloorradicalen. En je ziet dus dat er geen lading is. Dit is een beetje een rare situatie natuurlijk. En dat hebben we eerder, zijn we dat nooit tegengekomen. Goed opletten, ja, dat punt daar staat. Dit laat dus zien dat we met een radicaal te maken hebben. Fase nummer 2, propagatiefase. Hierin, in deze fase nummer 2, ja, reageert het radicaal met een niet-radicaal deeltje. In dit geval zie je mijn chloorradicaal, wat ik dus in fase 1 gemaakt heb, dat reageert met methaan. En je ziet hier dat ik heb hier één waterstofatoom getekend en de binding tussen mijn waterstof en mijn koolstofatoom zie je met die twee pijlen met halve pijlpunten, zie je dat dat opbreekt in twee radicalen. Het ene radicaal reageert met het radicaal van het chloorradicaal en wordt dus HCl en het andere radicaal blijft intact. Hier, ja, dat koolstofatoom met drie waterstofatomen gebonden en dus één ongebonden elektron is dus een radicaal. Ook dit systeem, ja, waarin dat koolstofatoom een radicaal heeft, reageert ook weer. Dat is ook weer de stabiliteit, moet ik zeggen, van het radicaal is ook weer te verklaren met dat Markovnikov-regel die ik in de vorige video heb uitgelegd. Fase nummer 3. Terminatie. Ja, hoe komen we nou van die radicalen af? Nou, we komen van die radicalen af als die radicalen onderling met elkaar, ja, reageren. Dus het ene radicaal reageert met het andere radicaal. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je ziet hier dat ik een koolstofradicaal heb gevormd, ja, CH3 met een punt. Ja, dat reageert met het andere CH3 en je ziet ook weer, hè, die halve pijlpunt hier, die twee radicalen reageren met elkaar en dus heb ik een binding gekregen en die binding die zorgt dus dat ik geen radicalen meer heb en daardoor heb ik dus in mijn reactie op een gegeven moment geen radicalen meer. Nou, je snapt dat hoeveel, hè, hoeveel van dat CH4, van het methaan, ik in mijn reactie vat heb. Op een gegeven moment is dat uitgereageerd, dus dan lopen we vanzelf naar die terminatiefase heen. Dus in eerste instantie moet ik zorgen voor radicalen. In tweede instantie gaan die radicalen reageren met het substraat waar ik wil dat ze mee reageren. En dan heb ik uiteindelijk, ja, gaan die radicalen met elkaar reageren als er geen substraat natuurlijk meer is. En dan heb ik een product en heb ik geen radicalen meer. Drie fasen radicaal reacties. Ja, dat is een onderdeel van die reactiemechanismen wat belangrijk is. Heb je vragen? Stel ze beneden. Misschien wil je subscriben of is dit filmpje voor je interessant. Heel veel succes. Damn, het is geen carbocation.